Vandaag gaan we laten zien hoe je heel simpel ijs kan maken. Het is een van de mooiste de eerste dagen van het jaar. En mijn dochter zegt, mam, ik heb zin in ijs. Ik zeg, nou, is goed. Waar heb je zin in? En ze zegt, ik heb zin in aardbeienijs. Dus nou ja, we gaan aan de slag. Voor aardbeienijs gebruik ik aardbeien. Maar ja, we hebben ook gekozen voor blauwbessen. Dus het wordt aardbeien-blauwbessen-ijs. Ik heb nog, we doen een beetje notenmelk in. We doen erin vanillepoeder en we doen erin cashewnotenmeel. De cashewnoten die ik gebruik, die koop ik rauw. Daarna doe ik ze weken in water. 6 tot 8 uur. Als ik ze geweekt heb, doe ik ze in de dehydrator. Dan droog ik ze weer. Dus alle noten die ik in mijn keuken heb staan, zijn al reeds geweekt. En zijn al reeds weer gedroogd. Waarom doe je je noten spoelen en weken? Dat is omdat ze dan makkelijker te verteren zijn en ze alle reststoffen die er toch aan zitten, ook al zijn ze rauw, dat je die kwijt bent. Dus alle noten die ik hier heb staan, die kan ik eigenlijk direct verwerken. Nou, we pakken 2/3 cup cashewnoten. En daar maak ik nu cashewnotenmeel van. En dat doe ik in mijn kleine TriBest blender. En dat is als je kleine hoeveelheden hebt, dan is het gewoon heel makkelijk om dat in de kleine blender te doen. De TriBest heeft een heel simpel mes. Je draait hem erop en het is eigenlijk heel snel voor elkaar. Daar gaan we. En zoals je hier ziet, heb ik al mijn amandelmeel. Heel fijn. Voor mensen die ook niet gelijk aan een dure blender willen, zoals de Vitamix, kunnen ook geweldig uit de voeten met de TriBest. Je hebt verschillende maten bekers. Je kan er je smoothies in maken. Je kan er je noten in maken. Je kan er dressings in maken. Ijsblokjes. Eigenlijk alles kan erin. En hij maalt het tot pulp. Dus dat is een goed alternatief. Ik heb hem aangeschaft toen ik op reis ging. Ik wilde, in Nederland neem ik altijd mijn Vitamix mee. Maar ik ging nu een keertje vliegen met de kinderen. En ik had zoiets van, ja, kan te gek ook. Maar zonder smoothies, ja, dat gaat hem niet meer worden voor me. Dus toen heb ik de TriBest gekozen. En die mocht mee op reis met ons. Maar terug naar het ijs. De Vitamix. Sophie, kom je helpen? Jo, jij wilde ijs. Ja. Daar gaan in de aardbeien. Hij heeft gemeten hoeveel cups het is. Ja, 1. 1 cup. 1. Die even laten zien. Ik denk 1 en 3/4 ongeveer. We hebben ze bevroren gekocht en we hebben ze al even laten staan. Dus ze zijn nu wat zachter geworden, wat het makkelijker maakt om er echt ijs van te maken. Daarnaast gaan erin blauwe bessen. Ook die hebben we bevroren gekocht. Dat is 1 cup. Nou, ook 1 en 3/4 denk ik. Daarnaast gaat erin de notenmelk, de eigen gemaakte notenmelk. Dat maakt het makkelijker voor de Vitamix om hem te blenden en geeft daarnaast ook een romige smaak. We gaan even kijken hoeveel we daarvan in doen. Ik, zoals je ziet, ik gebruik altijd de makkelijke maatcups. Daar gaat in 1/4. 1/4 cup notenmelk. Dan gaat de deksel erop, Sophie. Dan gaat hij erop. En wat vergeten wij, wat heel belangrijk is, de vanillepoeder. Je kan ook alleen deze bovenste eraf halen. Het gebeurt wel vaker als je iets vergeet. Ik kan alleen het bovenste deel eraf halen. Dat is ideaal. 1/4 tablespoon vanillepoeder. En we laten de bovenkant gelijk af. Want er zitten allemaal bevroren spullen in. Dus we doen gelijk de stampen erop. En je mag hem aanzetten, Sophie. Helpen. Dan gaat het eigenlijk veel makkelijker.
ik zo al heerlijk. Maar om hem wat romiger te maken en iets voller te maken, gaan we er toch de cashewnotenmeel nog door doen. Sophie, je wil vast wel even een lepeltje proeven. Eigen gebruik, dan kunnen we samen met een lepeltje samen lekker eten uit daar. Lekker. Hij is nu al lekker, hè? Ja. Nou, we gaan toch even wat extra noten door doen. Amandelmeel. Dan krijgt hij een vollere smaak. Nou, het ligt eraan hoe lang jij je noten al een beetje laat... Of hoe lang jij noten, hoe lang jij het fruit al laat afkoelen. Het is nu eigenlijk direct een hele stevige massa. Zal ik het doen? Ja hoor. Je zet hem aan, je begint langzaam. En je helpt hem gewoon een beetje op weg. Hij ziet er goed uit. Ja, echt wel. Pakken we de kopjes. Je kan natuurlijk deze massa in de ijsvormpjes doen en weer terug in de vriezer. Dan heb je altijd een kant-en-klaar ijsje. Het is een iets groter lepel voor het kleine. Hey, Sophie. Ja. Zullen we er dan ook nog lekkere chocolade aardbeien bosbessenijs van maken? Ja. En dat gaan we heel sneaky doen. Dat gaan we niet doen door de cacao poeder aan toe te voegen. Er zijn twee trucs daarvoor. Nou, we hebben nu twee schaaltjes. Er zit er nog eentje in, dus het zijn er eigenlijk wel drie. Of we kunnen toevoegen de cacao nips. Cacao nips hebben een knapperige bite. Maar wat we ook kunnen toevoegen, en dat is eigenlijk nog lekkerder, is de witte cacaoboter. En de cacaoboter geeft ook echt lekker die romige smaak. En ik denk dat ik op een cupje 1 tepelspoen doe. Je ziet, dit is vrij fijne cacaoboter. Je kent het waarschijnlijk voornamelijk uit zakken, dat het hele grote pitjes zijn. Nou, Sophie, ben jij wel van de chocola? Ja. Sophie is op zo'n chocolade. Dus bij Sophie gaat er wat extra cacao overheen. Je zet een lepeltje in. Tada! Hoe simpel is het leven? Eigen gemaakte bosvruchten aardbeien ijs met chocolade. Super simpel, super leuk. Samen met je kinderen in de keuken. Wij gaan ervan genieten. Succes!